Het taalgebruik van jonge kinderen is meestal heel erg aandoenlijk en schattig en lief en heerlijk om naar te luisteren. Want met vallen en opstaan breiden ze hun woordenschat uit en leren ze de taal. Minder leuk is het als blijkt dat je kind stottert. Maar gelukkig is er wel wat aan te doen. Dit is Van 0 tot 23. Dit is Danielle. Ze is moeder van de tweelingzusjes Fenne en Bente, die op dit moment nog op school zitten. Twee meisjes van 5 jaar die beide erg hebben gestotterd. Oh, wat schattig zeg. Ja. Hoe oud zijn ze daar? Nou, ik denk dat ze hier wel eind 2, begin 3 zijn. Leuk. Ja, en dit is dan Fenne. Ja. En dat is Bente. Oh, kun je ze uit elkaar houden? Ja. Ja, dat moet er wel, hè? Ja. Wanneer merkte je eigenlijk voor het eerst dat de meiden stotterden? Nou, bij Fenne was dat zo rond 2,5 jaar. Dat we dachten van, hé, Fenne die gaat stotteren. En bij Bente was dat later. Toen was Fenne al met de therapie bezig. En toen, toen begon Bente met stotteren. Dat was zo rond 1 jaar of 4. Ja, want hoe wist jij dan direct van, ja, dit klopt gewoon niet? Nou, al vrij snel hadden we in de gaten van, Fenne stottert. Ook omdat het in de familie voorkomt, ja, waren we het wel gewend. Dus dan dachten we, Fenne, dat hadden we al vrij snel in de gaten, ja. Kijk eens, papa's bordje zo helemaal leeg. Wanneer ontstaat stotteren eigenlijk? Meestal tussen het 2e en het 5e jaar. Omdat dat ook de periode is waarin kinderen eigenlijk op alle vlakken zich ontwikkelen. En dan zien we dat de spraak bijvoorbeeld soms sneller gaat dan wat ze motorisch aankunnen. Of juist langzamer dan wat ze motorisch kunnen. En dan is dat in onbalans en dan gaan kinderen haperen of stotteren. En op welke manier stotteren de meiden dan? Nou, Fenne, je hebt van die woordjes die je dan, bijvoorbeeld patat. En dan zegt Fenne pa 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 patat. En Bente, die zegt juist patat. Dus die houdt er wat langer aan. Dus dat zijn hele verschillende manieren. Echt waar? Ja. Oké, dus je kunt op verschillende manieren stotteren? Ja, schijnbaar wel, ja. Wat heel belangrijk is om op te letten is of er kinderen in hun gezicht of in hun stem wat vechtgedrag vertonen. Als het heel makkelijk herhalend is van een heel woord, dan is het gewoon normaal niet vloeiend. Maar als er dit soort dingen bijkomen, ogen dicht of wat duwen of binnen een woord wat meer haperen, zeg maar, dan is het eerder stotteren. Dan kan het stotteren worden. Hey. Jullie lijken wel fel op elkaar, hè? Dat wordt voor mij wel moeilijk, hè, vandaag. Lisbeth ook. Ja, want waar gaan we zo meteen naartoe? Lisbeth. Nou, Lisbeth, hè? Hebben jullie het gezien? Ja. Ik ben heel benieuwd. Zullen we maar gaan? En we're waiting for something to say instead of listening. Danielle heeft zelf ook twee broers die vroeger stotterden. En dus sloeg ze direct alarm. Via het consultatiebureau en de logopedist is ze uiteindelijk met de meiden doorverwezen naar een gespecialiseerde stottertherapeute. Kom maar, lekker binnen. Fenne. Hoe gaat het met jou praten? Goed. Goed. Zijn er nog stottertjes? En bij Bente soms nog wel. Bij Bente soms nog wel. Ja, klopt dat, Bente? En heb jij die stottertjes ook nog een beetje in de gaten zelf of hoor je ze niet? Nog wel in de gaten. Nog wel in de gaten. Wat knap voor jou. En kun jij dan ook zeggen hoe die stottertjes gaan? Mm-hmm. Ja? Papa. Wauw, hoe doe je dat goed voor? Hoe heb je nou Fenne en Bente kunnen helpen? We hebben gewerkt met de nieuwe methode, de lidcomtherapie. En dat wil eigenlijk zeggen dat je binnen deze therapiesessie
een situatie creëert waarin je het kind vloeiend krijgt. Bijvoorbeeld in een spelletje als Memory of een spelen met Playmobil. En als dat lukt om daarin vloeiend te zijn, dan mag de ouder leren om de vloeiendheid te belonen. Ja. Wie lust er eigenlijk van jullie pizza? Ik. Allebei? Ja, lekker. Ik alleen met salami erop. Ik met alles erop. Zo, weer knap gezegd. De meiden zijn door de therapie bij Liesbeth bijna van hun stotteren af. Maar dat het in het begin wel anders was, blijkt uit de beelden van de intakesessie. Wij waren een keer een lepel. En wat heb je daar gezien? Wilde zwijnen in de hekjes en eikels. Eikels ook? Ja. Heb je die gevraagd? Ja, het is goed om te zien dat het zo verbeterd is. Ja. Dat je denkt van, nou, hoe was het als we geen therapie hadden gedaan? Hè? Of het dan... Ja, hoe was het dan geweest? Ja. Kun je nou ieder kind ervan afhelpen? Nou, helaas niet ieder kind, maar gelukkig wel heel erg veel. En zeker als ze daar erg op tijd bij zijn. En dan bedoel ik echt al kinderen van 2, 3 of 4. En dan kun je toch door het vloeiende spoor te gaan zoeken, heel goed zorgen dat ze gewend raken weer aan die vloeiendheid. En dat niet dat hele stotterpatroon ingebakken wordt. De therapie zit erop. En dat betekent tijd voor iets leuks. De meiden zijn gek op dieren, dus we gaan naar de kinderboerderij. Ja, want hoe belangrijk is het voor de meiden dat ze in de toekomst niet meer stotteren? Of een beetje stotteren, maar... Nou ja, ik vond het heel belangrijk dat ze een positief zelfbeeld hadden. Hè, en dat ze makkelijk... dat het spreken makkelijker zou gaan. Dat ze zich niet gefrustreerd hoefden te voelen. Dat ze gewoon met vrijheid kunnen praten. Ja. Ja, en dat ze dat een positief zelfbeeld geeft. Ben je trots op jezelf dat je niet meer stottert? Ja. Hoe trots? Heel trots. En jij stottert soms nog een beetje, hè? Wanneer stotter je dan? Op maandag, dinsdag, woensdag. Volgende week in van 0 tot 23 ontmoet ik studente Fleur. Ze geniet volop van haar studentenleven, maar alles kost geld. En hoe ga je daar nou mee om? Ja, matchy overal.